Nadat we Didos woedende smeekbeden hebben vertaald, is het nu aan Anya's om daarop te reageren. En dat is dit fragment, hè. Anya's verdedigt zich. Dix erat ille Jovis, monitissimo da tenebat, luminat opnix sus, curam su corde premebat. Je hoort meteen wanneer je deze twee openingsversen scandeert, dat er redelijk wat klankherhaling in zit en binnenrijmen. Tenebat, premebat, ille jovis, monitis. En zeker in vers 3:32 redelijk wat spondeen. Opnixus, curam, subcorde. Wat dat vers zwaar maakt. Het gaat hier over iets zwaar emotioneel. Goed, het begint kort. Dixerat. Pluskwamperfectum van dikere. Onderwerp is daar Dido. Hè. Dido is net aan het woord geweest. Dus zij had gesproken. Dat waren haar woorden. En dan ille. Hè. We veranderen van persoon. Hè. Nu komt niet Dido, maar Anya's aan het woord. Jovis monitis. Monitus, monitum, het substantief monitum, comma i, afgeleid van monere, monere waarschuwen, monitum, comma i, waarschuwing. Dus je hebt hier ablatief meervoud, hè? BWB oorzaak, door de waarschuwingen, Jovis van Jupiter, genitief, BVB, handelend, hè? Bij monitis. De waarschuwingen van Jupiter. Jupiter waarschuwt. Ik dus twee keer op is. De O en de I worden herhaald. Ille Jovis monitis. Wat waren die waarschuwingen van Jupiter? Jupiter was ter oor gekomen omdat Jarbas was gaan verklikken. Hè? Dat Anya's wat te lang naar zijn goesting in Carthago bleef rondhangen. En Jarbas had dan Jupiter op de hoogte gebracht. Ik dacht dat Fatum wilde dat Anya's voor wat er nog overblijft van de Trojanen een nieuwe bestemming zoekt in Italië. Verliest hem dan hier geen tijd. Wordt het niet dringend tijd dat hij terug de Middellandse Zee bevaart, oversteekt en naar Italië gaat? En Jupiter ging daar natuurlijk mee akkoord. Effectief, inderdaad. Hij stuurt Mercurius naar Anya's en Anya's werd dan zo via Mercurius gewaarschuwd, het is tijd om te vertrekken. Je hebt hier even op adem kunnen komen, maar nu duurt het een beetje te lang. Je moet terug richting Italië. En dat waren de waarschuwingen van Jupiter. En Anya's had dat natuurlijk niet direct gezegd tegen Dido. En was van plan stiekem zonder iets te zeggen te vertrekken. Dido was erachter gekomen en was natuurlijk razend kwaad. Heeft er een tirade afgestoken om niet tegen te zeggen. En nu is het aan Anya's. Hè. Dus Jovis monitis door de waarschuwingen van Jupiter. Imota tenebat lumina. Tenere houden. Hier in het imperfectum. Het imperfectum drukt hier een proberen uit. Imperfectum deconatu heet dat. Dus vertaal het imperfectum, probeerde te houden. Leidend voorwerp, lumina. Ille tenebat lumina. Hij probeerde zijn lichten, letterlijk. Lumen, luminis, onzijdig licht. Staat hier metonymisch voor ogen. Waarom zegt hij dan hier niet oculos? Waarschijnlijk omdat de klanken luminaat beter gaan met curam. Hè. De U en de A en de M komen dan terug in curam. Hè. Luminat omnixus curam. Dus lumina, letterlijk lichten, metonymisch ogen. Hè. Hij probeerde zijn ogen te houden. Hoe? Bepaling van gesteldheid. Imota. Imotus aum. Onbewogen. Door de waarschuwingen van Jupiter, of na de waarschuwingen van Jupiter, eventueel ook BWB tijd zou kunnen, alhoewel oorzaak beter is.
probeerde hij zijn ogen onbewogen te houden. En wat probeerde hij nog te doen? Premebat. Opnieuw imperfectum, dat hier een proberen uitdrukt. En hij probeerde te drukken, hij probeerde te onderdrukken, het tegen te houden. Wat, leidend voorwerp, kuram. Kuram, letterlijk zorg. In de liefdespoëzie wordt dat vaak gebruikt om het te hebben over liefdespijn, liefdesverdriet. Zoals Jan Boek ook suggereert. Maar ik vind dat wel een beetje overdreven. Bij Dido is dat zeker zo. Kuram. Agnes had daar minder last van. Dus in het geval van Agnes zou ik Kura eerder vertalen met bezorgdheid. Bedroefdheid. Dus hij zit wel in met het feit dat hij Dido hier achterlaat. Hij heeft medelijden met haar. Leeft met haar mee. Dus hij voelt wel droefnis, hè, diep in zijn hart, subcorde. Maar in plaats van dat te tonen, hè, te uiten, de emoties de vrije loop te laten, probeert hij zijn verdriet, zijn bezorgdheid, hè, te onderdrukken. Subcorde, diep in zijn hart. En hij slaagt daar maar net in, op Nixus. He, vooraangezet, op Nixus, met inspanning, met moeite, bepaling van gesteldheid. En met moeite probeerde hij zijn bekommernis, zijn bezorgdheid, zijn droefnis diep in zijn hart te onderdrukken. Dus waarschijnlijk, dat is ook maar een mens hier, hè, was zijn eerste keuze. Ik toon hier heel oprecht mijn medeleven. Mijn medeleven. Mijn emoties, haar vastpakken. Zeker dat hij haar ook graag zag, maar dat hij moet gaan. Maar op waarschuwen van Jupiter, Jupiter heeft gezegd tegen hem, ga daar niet op in, hou u sterk, probeer afstandelijk qua lichaamstaal over te komen en kordaat. Wat daar ook wel meespeelt is natuurlijk, hoe men in die periode in Rome, dus we zitten eerst deel voor, eerst deel na Christus, van mannen, en dat is dan zeker de Stoïcijnse visie, werd verwacht, emoties oké, je mag dat voelen, maar je moet die kunnen bedwingen, je moet daar boven kunnen staan. Dus liefde oké, verliefdheid, ça va, liefdesverdriet, medeleven, medelijden, allemaal goed en wel, maar wanneer je hier vertrekt en afscheid neemt, moet je jezelf in de hand hebben als man, zeker als leider. Hè? Agnes is de leider van de Trojanen. Dus van een held, van een leider, van een Romeinse man, werd echt wel verwacht om zich daar boven te zetten en zich niet emotioneel te laten gaan. In moderne visie, zou een psycholoog waarschijnlijk aanraden, wees spontaan, laat u gaan, laat uw emoties de vrije loop, leg u arm rond haar schouder, troost haar. Dat is niet wat hij hier doet. Hè. Hij houdt zich sterk. Hij houdt zich qua lichaamstaal redelijk afstandelijk. En dat is op waarschuwen van Jupiter. Want Jupiter heeft waarschijnlijk gezegd, korte pijn. Het risico van als je je emoties de bovenhand laat nemen, dan ga je misschien twijfelen. Dan ga je er misschien valse hoop geven. Het is beter kordaat te zijn en te zeggen, nee, tegen Dido, het is mooi geweest, we hebben ervan genoten, mijn tijd hier was aangenaam, maar zoals je weet, ik heb het ook verteld in zang 2 en 3, toen ik vertelde over mijn zwerftocht over de Middellandse Zee en mijn roeping om naar Italië te gaan, daar ligt mijn einddoel, hè. Ik moet daar naartoe, dat wist je. En hoe duidelijker hij qua lichaamstaal dan waarschijnlijk tegen Dido zal zeggen, hoopt misschien Jupiter en dus Agnes, hoe duidelijker Dido de boodschap zal begrijpen. Bovendien, deze eerste twee versen, voor Agnes iets begint te zeggen, moet Vergilius er ook voor zorgen dat hij niet volledig gevoelloos wordt afgeschilderd. Hè.
En daarom benadrukt Vergenius hier de lichaamstaal zo van Agnes. Hij weet wel dat hem zijn ogen onbewogen moet houden, maar het lukt maar net. Hij probeert het. En door het zo uit te drukken, toont hij dat Agnes er moeite mee heeft. Dat hij echt wel meeleeft met Dido. Hè. En Curam, sub corde, hij voelt die pijn van Dido, leeft daarmee mee. En hij slaagt er maar net, hè, op Nixus, in om dat te onderdrukken. Dus door twee keer zo met nadruk de lichaamstaal van Agnes in de verf te zetten, redt Vergilius een beetje het vel van Agnes. Hè. Mocht hij dat hier niet even vermelden, hoe zwaar dat Agnes valt, dan zou Agnes vrij gevoelloos overkomen bij zijn lezerspubliek. En dat zou ook niet goed zijn. Hè. Romeinen weten wel dat hij daar niet kon blijven en dat hij naar Italië moest gaan. Maar mocht niet worden beschreven hoe moeilijk Agnes het daarmee had, dan zou hem overkomen als een gevoelloze held. En niet vergeten dat het de bedoeling was van Augustus om via Agnes een beetje een model Romein te schetsen. Augustus was ook van plan om het huwelijk, het traditionele huwelijk en de monogamie, hè, de duurzame, stabiele relatie tussen man en vrouw, het respect voor elkaar, hè, de familie, de pietas, wat Agnes moet belichamen. Door het zo hier te omschrijven, de houding van Agnes, blijft Agnes op dat vlak inderdaad trouw aan zijn pietas. En mocht dat niet zo zijn, hè, mocht Vergilius niet een tijd hebben genomen om hier even op in te zoomen, dan hadden de lezers zeer waarschijnlijk en terecht gezegd, zeg, die Agnes, Pius Agnes, maar kijk een keer hier hoe hij Dido behandelt, zo bruut, en het gaat hem zo makkelijk af om als een dief in de nacht te vertrekken. En Dido heeft emotioneel hem aangesproken. Hè. Doet dat huwelijk u niets? Wat ik voor u gedaan heb, doet het allemaal niks? Blijf je er zo onbewogen bij? Zeg een keer eens iets. En Agnes dan, ogenschijnlijk gemakkelijk, de indruk gegeven, op, dat doet mij inderdaad niks. Ik kan inderdaad vrij makkelijk het zeeschip kiezen en u verlaten. Dat niet goed gekomen. Hè. Daar was Agnes niet goed uitgekomen. Dus daarom even deze eerste twee versen om in te zoomen een beetje op de lichaamshouding van Agnes. Hè. Dus ja, hij blijft er onbewogen bij. Dus je zou kunnen denken, hij staat er maar afstandelijk. Maar het is met moeite. Hè. Hij probeerde het. En hij voelde wel dat verdriet, maar hij probeert het te onderdrukken en het lukt hem net. Jovis monitis, hè, op waarschuwen van Jupiter. Goed. En dan, tandem pauca referet. Uiteindelijk. Referen hier zeggen, hè. Uiteindelijk zegt hij weinige dingen. Uiteindelijk spreekt hij enkele woorden. Uiteindelijk reageert hij kort, hè. Refert historisch praesens. Pauca, accusatief onzijdig meervoud van pauci aia. En dan begint zijn antwoord. Hè. En die eerste versen, als gelet op de woordvolgorde, die woorden staan redelijk ver door elkaar. En dat is vrij chaotisch. Alsof hij nog moet kiezen naar de juiste woorden, alsof hij nog wat een beetje staat te stamelen. En het is pas vanaf hier zo, 335b, 336, dat hij zich echt kordaat, herpakt en klare taal spreekt. Maar die eerste twee versen, hè, is dan nog vrij chaotisch. We zullen dan een keer zien. Hè. Regina, hij spreekt daaraan met koningin. Dus in het vorige fragment had ik gezegd dat Dido heel bewust Agnes had aangesproken met hospes, gast.
En daar dan aan toegevoegd, aangezien er dat alleen nog maar overblijft van echtgenoot, hè, waarmee ze benadrukt hoe groot de afstand inmiddels tussen hen geworden is. Hè. Van intiem koppel, in de ogen van Dido zelfs een huwelijk, gedraagt Anya zich terug als een hospes, is hij wat hij oorspronkelijk was, een gast van Dido. Hè. En met diezelfde afstand spreekt Anya's nu Dido aan, koningin. Je zou misschien verwachten, lieverd of schat of Dido, want uiteindelijk kennen ze elkaar wel goed. Hè. Maar hij spreekt daar aan met koningin, waaruit meteen blijkt dat hij afstand bewaart. Hè. Koningin. Ego numquam negabo. We zullen wat orde brengen in deze chaotische verse. Uw kern is ego numquam negabo. Ik zal nooit ontkennen. Futurum simplex van negabo. En dan krijg je bij ontkennen, een verbum declarandi, een mededelende voorwerpzin in de vorm van een A plus I. En dat is te promeritam esse. Rechts op je pagina staat uitgelegd te promeritam esse, hoe je dat moet vertalen, dat jij je verdienstelijk gemaakt hebt. Promereri, zich verdienstelijk maken. Hè. T, accusatief, onderwerp, A plus I. Onderwerp van promeritam. T is vrouwelijk, dus promeritam. Dus, we hebben voorlopig. Ik, koningin, zal nooit ontkennen dat jij je verdienstelijk hebt gemaakt. Op welk gebied? Op welk vlak? Accusatief, BWB, met als rol betrekking. Een verzwegen ea. Er staat ook rechts, pagina 139 uitgelegd. Hè. Ea moet je hier als antecedent van quae bijdenken. Hè. Met betrekking tot die dingen. Hè. In die gebieden. En dan bij een verzwegen ea krijg je betrekkelijke bijzin in letter quae. Dus ik zal nooit ontkennen, koningin, dat jij je verdienstelijk hebt gemaakt. In die gebieden. In die zaken, quae vales enumerare plurima fando. Quae tot en met vales is een betrekkelijke bijzin bij verzwegen ea. Vales komt van valere, maar je moet dat hier vertalen als een verstaat potes. Met betrekking tot die dingen die jij kan enumerare opsommen, plurima in grote getalen. Accusatief onzijdig meervoud, bepaling van gesteldheid. Quae is ook accusatief onzijdig meervoud, lerend voor erbij in Murare. De dingen die je kan opsommen, die is ten opzichte van opsommen lerend voorwerp. Wat doe je dan met plurima? Dat is bepaling van gesteldheid. De dingen die je kan opsommen, zeer veel zijnde in grote getalen, talrijk. Dus de dingen die je talrijk kan opsommen, en dan heb je nog fando, van fari, let op de kenletters nd, verbaal substantief, uitgang o, ablatief, door ze uit te spreken. Opsommen door ze uit te spreken, dat is pleonastisch, hè? Want wanneer je opsomt, dan zij de al aan het spreken. Dus die fando hoeft je eigenlijk niet te vertalen, hè. Waarom gebruikt een dichter dat dan, een pleonasme? Waarschijnlijk om te benadrukken dat Agnes hier echt wel toegeeft, erkent dat Dido heel veel dingen voor hem heeft gedaan. Hij gaat hiermee in op, je moet altijd vergelijken met het vorige fragment, hè, waar Dido aan het woord is. Dido had daar gezegd, in haar smeekbeden, als ik ooit iets voor jou betekend heb, als ik enige verdiensten heb voor jou, mij verdienstelijk heb gemaakt voor u. En Agnes reageert daarop, effectief, ik zal nooit ontkennen, koningin, te promeritam esse, dat jij je verdienstelijk hebt gemaakt in die dingen die je talrijk kan opsommen door te spreken. Maar die door te spreken hoeft er niet bij. Hè? Dus hij geeft hier toe, jawel, hè, ik ontken dat niet.
Koningin, je hebt heel veel voor mij gedaan. Dus hij toont zijn dankbaarheid. Hij begint hier, en in de bespreking zullen we dat ook aan bod laten komen, het antwoord van Aeneas bevat de structuur van een klassieke redenvoering. En hij begint hier met wat dan heet binnen de retoriek een captatio benevolentiae, waar je de sympathie probeert te winnen van uw publiek. Dus door complimenten te geven, of door zoals hier, zoals Aeneas, toe te geven: jij hebt veel voor mij gedaan, koningin. En je zult altijd voor mij een mooie herinnering blijven. Ik ben daar dankbaar voor. Daarmee begint hij hier, in deze verse. Nec me meminis sepigebit elisai. Waar tot nu toe wat warrig was, chaotisch. Hij leek te stamelen. Is het vanaf hier, nec me meminis, komt hij krachtiger over. Maakt hij duidelijker ten opzichte van Dido: ik heb u graag gezien. Je bent voor mij een aangename herinnering. Let ook op de alliteratie hier. Me, meminis, sepigebit. En de i en de e-klanken. Die terugkomen. Die ook in Elisai zitten. Hè. En dan hier in volgend vers de anafoor van doem. Hè. Dus vanaf hier, die nek mee, komt hij krachtdadiger over. Hè. Bevestigt hij echt wel... Ik ben u dankbaar, je bent voor mij dierbaar geweest, ik heb u graag gezien, dat staat vast. Hè. Twijfel daar niet aan. En daarom gebruikt hij hier die alliteratie, die klankherhalingen, die anafoor van doem. Hè. We zullen eens vertalen. Hè. Nec me pigebit, me piget, ik heb spijt, op persoonlijke constructie hier in Futurum. En ik zal geen spijt hebben. Memenisse Elisai. Letterlijk Elisa te herinneren, terug te denken aan Elisa. Elisa is een synoniem van Dido. De klanken van Elisai passen hier beter bij Memenisse. Nec me Memenisse pigebit Elisai past beter dan Dido hier. Memenisse met de genitief, hè? Dus Elisai, genitief voor bij Memenisse. Dus hij zegt hier: het zal mij niet spijten terug te denken aan Elisa, terug te denken aan Dido. Dum memor ipse mei sum bet denken, dum spiritus os regit artus. Dum met de indicatief terwijl of zolang als. Memor, net als memenisse met de genitief. Waar staat de genitief? Hier, mei. Genitief van ego. Laten we eerst letterlijk vertalen. Zolang ipse ikzelf, memor sum, bewust ben, mei van mezelf. Dat staat er letterlijk. Zolang ik zelf bewust ben van mezelf. Daarmee bedoelt hij, zolang ik bij mijn verstand ben. Want het gaat hier over iets kunnen herinneren. Hè? En hij zegt, zolang ik bij mijn verstand ben en later in mijn leven niet begin te dementeren of zo, bepaalde zaken te vergeten, zolang ik bewust ben van mezelf, zolang ik bij mijn verstand ben, zal ik altijd mooie herinneringen koesteren aan u, Dido. Dat zegt hij hier. Doe memor ipse mei. Waarbij ipse en mei met nadruk worden uitgedrukt. Hè? Ja, ik zal aan u denken, gans mijn leven lang, zolang ik toch bij verstand ben. Zolang ik leef, en dat zegt hij hier, hè, dum spiritus os regit artus. Spiritus is onderwerp van regit, regere, os sturen, besturen, artus, us ledemaat. Dus je hebt hier spiritus, nominatief onderwerp van regit. En os artus is leidend voorwerp bij regit. Letterlijk, zolang een levensadem deze ledematen bestuurt, zolang een levensadem dit lichaam bestuurt, vlot, zolang ik leef,
Dus hij bedoelt hier eigenlijk, zolang ik mij zal herinneren en zolang ik leef, en zal het mij niet spijten terug te denken aan Dido. Dat voor je een doem zien, een anafoor van doem, en je hebt hier geen voegwoord, dus ook asyndeton. Hiermee opent hij zijn redenvoering. Hij zegt, uw verdiensten ten opzichte van mij zijn te talrijk om op te sommen, dat ontken ik niet. En ik zal, wanneer ik later in Italië zal aangekomen zijn, altijd, zolang ik leef en bewust ben van mezelf, bij geest, bij verstand ben, zal ik altijd mooie herinneringen koesteren aan mijn periode hier, bij u, Dido. Dus deze eerste vier versen, hiermee begint deze redenvoering, is een exordium, heet dat dan, een inleiding, en die bevat een captatio benevolentia. Hij probeert hier Dido een beetje te paaien. En dan zal hij vanaf vers 337 aan het belangrijkste gedeelte van zijn redenvoering beginnen. Het corpus, het lichaam letterlijk. En hij zal voor zichzelf spreken, hij zal het opnemen voor zichzelf, hij zal zichzelf verdedigen. En dat wil hier zeggen pro re, bij te denken mea, pro re, mea, pauca, loquar. Loqui spreken, loquar, deponent indicatief futurum simplex. Pauca, net als hier, pauca refert, intonzijdig meervoud, accusatief lerend voorheb. Ik zal weinige dingen zeggen. Ik zal kort spreken. Pro re. Voor mijn eigen zaak. Voor mezelf. Om het op te nemen voor mezelf. Ter mijn verdediging. Pro re mea pauca loquar. Let ook hier op de klanken. Pro re pauca loquar. De P komt terug. De R komt terug. De K wordt hier genomen en de AU en de A klinkt gewoon. Die klanken gaan goed samen. Zeker wanneer je dat thuis een keer probeert te declameren. Pro re pau caloquar. Voilà, dat gaat goed samen. Hoe laat zijn verdediging? Hij begint met een, wat dan heet, een ref. Refutatio, en refutatio, dan gaat je in op de argumenten die je tegenstander, in dit geval Dido, u heeft verweten. En dan gaat je dat proberen te weerleggen. Dus nu gaat Aeneas in op bepaalde uitspraken die Dido heeft gedaan en hij zal die weerleggen. Neque ego anc abscondere furto speravi. Ego met nadruk vooraan. Ik heb niet gehoopt abscondere te verbergen. Ank, accusatief vrouwelijk enkelvoud van hikaik ook. Met welk woord komt dat overeen? Met fugam. Fugam is naar volgend vers geschoven. Ze heeft geen krachtige alliteratie. Met finge. Finge fugam. Dezelfde beginklank. En je hebt ook de g die zich herhaalt. Finge fugam. Krachtige alliteratie. Waarschijnlijk heeft hij dat gedaan. Dat is de reden voor dit hyperbaton. Hank fugam. Dus ik heb niet gehoopt deze vlucht te verbergen. Hoe? Met bedrog. Met een list. Stiekem. Furto, ablatief, bewijzen. En dan zegt hij met een imperatief, nee plus imperatieve, nee finge, beeld je dat niet in. Normaal gezien drukt je een verbod uit, nee plus conjunctief perfectum. Maar, en er staat ook uitgelegd, TS12 staat erbij bij jullie in poëzie, om lettergrepen te besparen. Nee finge seris, dat zullen 3 lettergrepen geweest zijn. Nee finge, dat zijn er 2.
In poëzie komt het wel vaker voor dat je na nee gewoon een imperatief krijgt. Dat past hier ook beter, hè? Twee lettergrepen. Alliteratie en eigenlijk assonantie van de G ook. Nefinge fugam. Hij wil hier, want dat doet een alliteratie. Hè? Een alliteratie geeft kracht aan uw woorden. Hij wil echt tegenspreken dat hij van plan was stiekem te vertrekken. Dat heb ik niet willen doen. Nefinge fugam. Hè? Daar wil ik kracht hebben. Goed, dat tot en met fugam. Hè. In de uitspraak heb je hier twee keer een elisie. Dus deze e verdwijnt. Nekweg. Je hebt ook elisie hier, want de h werd niet uitgesproken. Dus de o verdwijnt hier ook. En je hebt dan nekwegang. Dus de O spreek je niet uit. Dus je hebt twee keer hier een A-klank. Hè? Ank, abskondere, furto. En dan heb je pro-repaukalokwaar, césuur. Nekwegank, abskondere, furto. Speravi, nefunge, fugam. En na fugam heb je dan je césuur. Hier uw césuur. En hier zware spondeen. Speravi nefinge fugam. Hij is een beetje kwaad waarschijnlijk. Hè? Je mocht niet beschuldigen, zegt hij, van dat ik dat stiekem wou doen. Mocht je niet inbeelden. Hè? Speravi nefinge fugam. Goed. Dat voor die stijlfiguren die de inhoud zo versterken. Nu, als je een beetje kritisch nadenkt. Agnes heeft makkelijk spreken. Hè? Hij was waarschijnlijk wel van plan stiekem te vertrekken. Hè? Maar ja, hij kan moeilijk toegeven. Ah, effectief, ik was stiekem van plan te vertrekken zonder iets te zeggen. Dat zou niet mooi passen voor hem. Hè? Dus hij kan niet anders dan dat ten stelligste tegen te spreken. Hè? En die stelligheid zie je in de alliteratie. En in het hyperbaton ank en fugam. En die F-klanken worden eigenlijk al voorbereid hier, hè, furto. Dat stiekem, hè, hier op het einde van het vers ook nog eens met nadruk gezet. En ego met nadruk uitgedrukt. Hè. Ik heb dat niet gedaan. Dat mogen jullie denken. In Nederlands drukt hij hem extra klemtoon uit. Hè. Ik heb dat niet gedaan. In het Latijn, ego vooraan. Dus refutatio, hij weerlegt de beschuldigingen van Dido. Dido had hem beschuldigd, je waart van plan stiekem te vertrekken. En dissimulare sperasti, daarom je speravi hier, hè. Hij herneemt sperasti van Dido. Hè. Moet eigenlijk constant de twee fragmenten naast elkaar leggen, hè. In vers 305 had Dido gezegd, dissimulare tiam sperasti perfide tantum posse nefas. Had gij trouweloze gehoopt zo'n schandaad te kunnen verbergen, geheim houden. En tacitus, zonder iets te zeggen, mea decedere terra, van mijn land weg te gaan. Dat waren de eerste woorden van Dido. Hè. Had gij gehoopt dat te verbergen, trouweloze, en hier ook in het begin zal Agnes dat onmiddellijk weerleggen. Nee, ik heb niet gehoopt dat te verbergen. Hè? Nee, Finke, beeld u dat niet in. Goed. En dan, wat ga je nog weerleggen? Ne coniugis unquam praetendi taidas. Ik hoor meteen de allitererend effect van tendi taidas. De T en de D. Praetendi taidas aut aekin foedra veni. Dido had gezegd tegen Agnes, doet u dat aan niks? Dat wij getrouwd zijn. Dat jij uw rechterhand aan mij hebt gegeven. In vers 314. Dextram quetuante per connubia nostra per inceptos umenaios.
waar ze hem smeekt bij het aangegaan huwelijk, hè, om medelijden te hebben met haar en van gedachten te veranderen. Agnes reageert hier: Nec conjugis umquam praetenditaidas. Praetendere, voorwenden, letterlijk, hè, voorhouden. Taida, een fakkel. Hiermee verwijst Agnes naar de huwelijksceremonie, waarbij het gezelschap na de ceremonie, na het huwelijk, het bruidspaar mee begeleiden naar de woonst, onder begeleiding van fakkels, een soort fakkeltocht en stoet. En de fakkel werd dan sindsdien als symbool voor het huwelijk aanzien. Hè. Hij zegt hier: ik heb nooit, letterlijk nec umquam, niet ooit, dus ik heb nooit de fakkels van echtgenoot, hè, van huwelijk, de bruiloftsfakkels, voorgewend, voorgehouden. Voor jullie speelt hier met zowel de letterlijke betekenis van praetendi, voorhouden, als de figuurlijke, als excuus gebruiken. Anja zegt hier: wij zijn niet getrouwd, we hebben wel een relatie gehad, maar ik heb nooit het woord huwelijk in de mond genomen. Daar kwamen geen fakkels aan te pas, dat was een onweer en je hebt je dat ingebeeld. Dat was geen echt huwelijk. Oud eik in foedera veni, en ik ben ook niet letterlijk gekomen in deze verbintenis. Nec aut aec in foedera veni. Foedus, foederis, een verbintenis, een verbond. Hier in het meervoud, dichterlijk meervoud. Veni, perfectum, in enkelvoud van venire. Dus hij zegt hier: nec conjugis umquam praetendi taidas. Dit zijn allemaal spondeen, hè. Praetendi taidas. En dan is césuur. Aut aec in foedera veni. Vers 339 zit vol césuren. Dus daar zit de nodige drama in ook. Hè? Dat zijn zware verzen. Agnes weerlegt hier ten stelligste: van huwelijk is geen sprake geweest. Praetendi taidas. Ook lange klanken. Hè? Ai, ai, negatief, zwaar. Nieuw hier, aut aec in foedera veni. Dat versterkt het drama van deze verse. Het drama van Dido. Dido heeft zich een huwelijk ingebeeld. Anja zegt hier: je hebt u dat ingebeeld. Wij hebben inderdaad in die grot een momentje gehad. Maar dat is geen huwelijk geweest. Ik ben niet getrouwd met u. Ik ben nooit die verbintenis aangegaan. Dat is niet correct om mij daarvan te beschuldigen. Want dit zou ook slecht vallen bij de Romeinse lezer. Hè? Mocht Agnes effectief met Dido getrouwd zijn en hij had haar dit gelapt, stiekem vertrekken richting Italië, ja, dat totaal niet gepast binnen het kraam van Augustus, hè, die de traditionele huwelijkswaarde, die duurzame verbindenis tussen man en vrouw wou in ere herstellen. Dan had het totaal slecht gevallen mocht zijn held Aeneas zomaar een huwelijk zijn aangegaan met Dido en dan zich daar niks van aangetrokken. Daarom dat Aeneas zich hier zo fel verdedigt, tegenin gaat. Het verwijt van Dido weerlegt: ne conjugis umquam praetendi taidas. En ik heb nooit de fakkels van echtgenoot, de bruiloftsfakkels, voorgewend, hè, voor mij gehouden. Aut aec in foedera veni. En ik ben niet letterlijk gekomen in deze verbintenis. Ik heb niet deze verbintenis, dit verbond met u aangegaan. Dat zegt hij hier. Hè. Dus hij weerlegt meteen twee verwijten van Dido. Hè. Dido had hem beschuldigd, stiekem vertrekken. Agnes zegt: nee, ik was daar niet van plan. Dat mag je niet inbeelden. Dido heeft hem gezegd: wij zijn getrouwd met elkaar. Dat is een huwelijk.
En jij laat mij zomaar achter zonder iets te zeggen. Doet je dat met iemand waarmee je getrouwd bent? Anjas weerlegt dit van een huwelijk, van zo'n verbintenis. Geen sprake geweest. Ik ben die verbintenis niet aangegaan met u. Ik heb die bruiloftsfakkels niet voor mij gehouden. Daar was geen ceremonie. Hebt u dat ingebeeld? Hè? Goed, dus dat voor de refutatio. Hè. Onmiddellijk weerlegt hij die twee beschuldigingen. Gaat hij in tegen de verwijten van Dido. Hè. Ego met nadruk vooraan. Hij verdedigt zichzelf. En dan vanaf 3:40 dan zal hij niet per se verwijten van Dido weerleggen, maar wat dan refutatio heet, maar gaat hij, en dat is dan in de retoriek confirmatio, gaat hij zijn eigen motieven uiteenzetten. Dus gaat hij niet verwijten of beschuldigingen van Dido weerleggen, maar gaat hij in op zijn eigen motieven, hè, wat zijn plannen waren. Dus vanaf 3:40 heb je de confirmatio. Mee, opnieuw met nadruk voorop. Hè. Me si fata meis, 6 uur. Me persoonlijk voornaamwoord, me is bezittelijk voornaamwoord, 6 uur. Me si fata meis, paterentur ducere vitam, auspiciis et sponte mea, componere curas. Tot daar voor u bijwoordelijke bijzin van voorwaarden, die loopt van mee tot en met curas. Dus als fata paterentur, fatum het lot, hier in het meervoud, dichterlijk meervoud, als het lot paterentur zou toestaan, zou toelaten, pati, ior, deponent werkwoord. Hier ziet je een conjunctief imperfectum, omdat je de modaliteit irrealis heden hebt in de bijwoordelijke wijzing van voorwaarden. Als het lot zou toelaten, maar het lot laat dat niet toe. Het lot ligt vast en heeft tegen Agnes gezegd, je moet naar Italië. Jij mocht niet doen wat jij zelf graag wilt. Jij moet u schikken naar het lot. En het lot heeft dat voor u in gedachten. En jij moet daar naar luisteren. Hè? Dat is uw missie. Dus hier, als het lot zou toelaten, maar het lot laat het niet toe. Irrealis heden, conjunctief imperfectum. Si fata paterentur. En bij paterentur krijg je dan een a plus i, waarvan me het onderwerp is. Accusatief onderwerp a plus i. Als het lot zou toelaten dat ik, en dan krijg je doekere en componere, verbonden door het. Die twee infinitieven binnen de a plus i. Als het lot zou toelaten, toeliet, en dat ik ducere vitam, mijn leven zou leiden. Meis auspiciis, auspicium eigen wil, volgens mijn eigen wil. Dus de Agnes volledig zou doen, mogen doen, wat hem zelf zou willen. En teruggaan naar Troje, naar zijn vaderland. Maar dat mag niet. Fatum, mee gezegd, uw missie, uw eindbestemming is Latium. Dat staat hier, hè? Waarbij je een, net zoals hier, ego met nadruk voorop, hier mee met nadruk voorop gezet. Zelfs nog voor het voegwoord, wat wel vaker gebeurt in poëzieën. Dichters plaatsen woorden dichter of verder van elkaar mee helemaal voorop. En dat wordt nog eens benadrukt door het hypermaton meis auspiciis, waarbij auspiciis ook nog eens in enjambement naar volgend vers wordt geschoven. Dus als ik mijn leven zou mogen leiden volgens mijn eigen wil, meis. Dus door het hypermaton meis, door meis naar voren te halen, benadrukt Agnes hier tegen Dido,
jij hebt in uw tirade tegen mij gezegd, en je moet dan terugkrijgen naar vorig fragment, waar ze dan in vers 311 tot en met 313 zegt, mocht jij nu kunnen terugvaren naar Troje, mocht Troje nog bestaan, en je zou mogen terugvaren naar Troje, dan zou je dat niet doen op dit moment van het jaar, want de zee is te onwillig, te onrustig. En nu wilt je per se, in zo'n slechte weersomstandigheden, naar Latium, een land dat je niet kent. Dat was het argument van Dido. Anja zegt nu, mocht ik zelf mogen kiezen wat ik mocht doen, ik ging terug naar Troje, maar ik mag niet kiezen. Ik mag niet kiezen wat ik wil. Dat wil Anja's hier benadrukken. Hè. Dat is die dat is pietas. Hè. Pietas wil zeggen dat je jezelf, je eigen individu, bereid zij ondergeschikt te maken aan hogere idealen. Zijn de Rome, goden, fatum, familie, dat allemaal, als je dat bereid bent te plaatsen boven je eigen verlangens, dat is exact wat Augustus wou dat de Romeinen zouden doen na die vele burgeroorlogen, na al die spanningen in die woelige eerste eeuw voor Christus. Hij wou Augustus absoluut vermijden dat, wat wel vaker gebeurt na verschillende oorlogen, dat burgers het hebben gehad met al die ismes en het lopen achter een vlag en sneuvelen voor hogere idealen. Dat is vaak het gevolg in de periode direct na een oorlog. Hè. Een boom van individualisme en dat niemand nog iets wil doen voor hogere idealen. Daarom dat Augustus het zo belangrijk vond dat Virgilius het had over een held, de stamvader van de Romeinen, Aeneas, die juist bereid was dat wel te doen. Hè? En die hier zegt, mocht ik meis auspiciis, mee ducere vitam, mocht ik zelf mogen beslissen wat ik doe in mijn leven, tuurlijk ging ik niet naar Latium. Maar ik heb mij te schikken naar het fatum. En als het fatum zegt, je moet naar Latium, dan doe ik dat. Hè? En dan moet ik inderdaad hier afscheid nemen van u, hoe hard dat ook is. Maar dat is niet omdat ik een klootzak ben, dat is omdat ik mij schik naar het fatum, naar een hogere roeping en hoger ideaal. Dat wordt hier benadrukt met mee voorop te zetten, meis auspiciis. En alsof het nog niet genoeg is, herhaalt hij dan nog eens hier, sponte mea componere curas. En als het lot toeliet dat ik componere curas, letterlijk voor je eigen zaken zorgen. Hè. Cura hier niet in de betekenis van liefdesverdriet, maar je eigen zaak, je eigen affairs, je voorwerpen van zorgen, componeren, daarvoor zorgen. Componere cura's, bovendien heb je hier mooi een alliteratie erdoor. Hè. Componere cura's. Je eigen zaakjes regelen. Hè. Sponte mea. Uit eigen wil. Maar ja, dan heb je opnieuw dit hier. Zoals ik het wil, dan zit je weer met wil. Vrijwillig. Zo zou je dat kunnen oplossen. Hè. Staat het in jullie vertaling? Naar eigen wens. Voilà. Naar eigen wens voor mijn belangen te zorgen. Zoiets, sponte mea componere curas. Dus meis auspiciis en sponte mea. Let ook eens op de woordplaatsing. Bezittelijk voornaamwoord, substantief. Substantief, bezittelijk voornaamwoord. A, B, B, A. Dus het chiasme. Dus je hebt hier verschillende stijlfiguren die benadrukken de Aeneas. Juist niet mag doen wat Dido hem verwijt. Dido verwijt hem, jij denkt alleen aan je eigen. Niet aan ons, niet aan mij. Jij doet glad je eigen goesting.
bruut en crudeel is wreedaard, perfide, trouweloze, woordbreuker, schijnheilige. Dat waren de verwijten van Dido. En Agnes, dat is nu het ergste waar je mij van kunt beschuldigen. Dat is nu net wat ik niet mag. Ik mag juist niet doen wat ik wil. Ik heb te luisteren naar het fatum. Mocht ik doen wat ik wil, ik ging terug naar Troje. En ik zou Troje terug heropbouwen. Nee? Dus dat wordt hier echt door Agnes, door Virgilius benadrukt. Dat hij niet mag doen wat hij wil. Hè? Me si fata, me is auspicis et sponte mea componer curas. Goed, dus dit voor uw season. Hè? Als het lot toeliet dat ik mijn leven leid, me is auspicis, volgens mijn eigen wil, et sponte mea, en naar eigen wens, componer curas, mag zorgen voor mijn eigen belangen, hè? Mijn eigen zaken mag regelen, dan puntje, puntje, puntje. En die dan-gedachte ziet je hier. En de irrealis-heden-gedachte wordt verder gezet, want je ziet hier ook colerem en manerend. Hè? Cognitive imperfectum irrealis-heden. Wat zegt hij dan? Hè? Mocht hij zelf beslissen wat te doen? Urbem Trojanam primum dulcesque meorum reliquias colerem. Colere betekent hier zorgen voor. Dan zou ik, primum, eerst zorgen voor de stad Troje. En dulces reliquias meorum. Reliquiae, overblijfselen. Dulces staat erbij. Lief, dierbaar. En de lieve overblijfselen, meorum, van de mijnen. Van mijn volk. Wat er nog overblijft van mijn volk. Hè? Dus hij zegt hier, mocht ik zelf kiezen wat te doen, ik ging terug naar Troje. En ik zorgde daarvoor wat er nog overblijft van Troje en van het Trojaanse volk. En ik zou dat terug heropbouwen. Let hier opnieuw de bevoorrechte positie, net als hier meis en sponte mea, meorum, opnieuw benadrukt hij hoe dierbaar Troje is en de mijnen, letterlijk, mijn volk, waarbij je dulces kunt zien natuurlijk als een hypalage. Dulces staat grammaticaal bij reliquia's, de lieve overblijfselen. Maar inhoudelijk staat er bij meorum, hè, van mijn volk, mijn dierbaar volk. Dulces staat inhoudelijk bij meorum en grammaticaal bij reliquia's. Ook dit kunt je als een chiasme zien, hè. Urbem Trojanam en dulces reliquia's, substantief, adjectief, adjectief, substantief. Dus Anja zegt hier, had het van mij afgehangen, maar het hangt niet van mij af, daarom irrealis. Ik zou inderdaad, zoals die dat aangegeven, terug naar Troje gaan. En daar dan zorgen voor de stad Troje. En wat er nog overblijft, hè, reliquia's, van mijn volk, mijn dierbaar volk, mijn geliefd volk. Ook hier, allemaal spondeen, hè, in dit vers. Urbem Trojanam primum dulcesque meorum, waarbij je binnenrijm hebt, hè? Primum dulcesque meorum, en die zachte M-klanken en U-klanken, urbem Trojanam primum dulcesque meorum, die zachte U-klanken benadrukken hier die dierbare band tussen Aeneas en zijn stad Troje en zijn volk, de Trojanen, hè? Reliquias colerem priami tectalta manerent en recidiva manu posuis semper ganavictis, die M-klanken, die zachte M-klanken hier en lange spondeeën, die benadrukken hier de mooie relatie tussen Agnes en zijn stad en zijn volk, hè.
Hij zit daar enorm mee in. Goed. Dus we hebben voorlopig Sifata, als het lot Paterentor toeliet, mee Dukerwitam, dat ik mijn leven leid, mee zelfs speak, is volgens mijn eigen wil, het sponte mea, en naar eigen wens, componer curas, voor mijn eigen belangen mag zorgen, dan zou ik zorgen, of dan zorgde ik, urbem Trojanam, primum, eerst voor de stad Troje, en wat er nog overblijft van mijn geliefde volk. Uw hoofdzin is nog niet over. Naast cholerem heb je nog manierend. Tecta alta priami manierend. Conjunctief imperfectum, nog steeds idealis heden. Hier in de romzin, de hoofdzin. Tecta alta onderwerp van manierend. En de hoge daken van Priamus manierend. Rechts ziet je de vraag in je handboek, bedoelt Anjas, ze zouden nooit verwoest zijn of ze zouden er opnieuw staan? Ze zouden er opnieuw staan. Anjas zal niet kunnen vermijden dat Troje verwoest werd. Maar wat je wel zou kunnen doen, maar het lot laat dat niet toe, daarom irrealis, is terugvaren naar Troje en die vernielde stad terug proberen op te bouwen. Dus wanneer rent, mocht je dan vertalen, dan zou de hoge daken van Priamus er opnieuw staan. Hè. Tectum daken staat hier metonymisch voor paleizen. Troje stond bekend om zijn dikke stadsmuren en met zijn benedenstad en bovenstad. En in die bovenstad bevond zich dan het paleis van Priamus. Daarom tecta alta, het hoge paleis van Priamus. Priamus, koning van Troje. Hè. Dus dat hier voor Priami tecta alta manierend. Dan zou het hoge paleis van Priamus er opnieuw staan. En naast cholerem en manerend heb je nog een derde hoofdwerkwoord, posuisem. Nu conjunctief plusquamperfectum, dus idealis verleden. En dan had ik gelegd, posuisem, actief conjunctief plusquamperfectum van poneren. Wat had ik gelegd, gebouwd, hè? Recidiva Pergama, een vernieuwd Pergamon, letterlijk. En Pergamon staat hier als synoniem voor Troje, hè? Dat is een andere naam voor Troje. Dus een nieuw Troje, een nieuw opgebouwd Troje, Recidiva Pergama, Hyperbaton. En hoe had hij dat gelegd, geplaatst, gebouwd? Manu, eigenhandig, BBB middelablatief, met zijn eigen hand. Dan had ik eigenhandig een vernieuwd Troje gebouwd. Voor wie? Victis, datief, BBB voordeel, hè? Voor de overwonnenen. Want ze waren overwonnen door de Grieken, hè? Dus de Trojanen die dan nog niet zouden vermoord zijn door de Grieken en daar nog zouden overblijven voor hen, had hij dan een nieuw Troje, een Recidiva Pergama, Manu eigenhandig gebouwd. Maar dat is zo niet, want Anjas mag niet zelf kiezen wat hem doet. Hij luistert naar het fatum. Dat is zijn boodschap hier, dat is de boodschap achter die irrealis gedachte. Dit is zijn confirmatio, uiteenzetting van zijn eigen motieven. Waarbij ik al benadrukt heb hoe opvallend hij benadrukt dat hij niet zelf mag kiezen, hè, met die me, meis, ponte, mea en meorum. Hij hoopt zo waarschijnlijk ook op medelijden op te wekken bij Dido. En hij benadrukt ook drie keer zijn band met Troje. Urbem Trojanam, Priami Tecta en Recidiva Pergama. Dus die verwijzing naar het verleden, naar Troje, het vernieuwde Troje. Dido had hij al ingeleid, hè, door er zelf over te beginnen.
in haar tirade, hè, in versen 311 tot en met 313, waar ze had gevraagd, retorische vragen, als je zelf zou kunnen teruggaan naar Troje, hè, mocht het nog bestaan, dan zou je toch niet nu in putteke winter terugvaren. En daarop pikt Agnes nu in, mocht ik dat effectief mogen beslissen, maar ik mag het niet beslissen, hè, dan zou ik inderdaad naar Troje teruggaan, maar ik mag dat niet. Zo weerlegt hij dat, hè. En zo probeert hij ook medelijden op te wekken bij Dido, maar dat zal natuurlijk niet lukken. Agnes hoopt Dido te overtuigen mijn beslissing om u te verlaten. Dat is niet mijn beslissing, want ik mag niet voor mij beslissen. Het lot maakte die keuze voor mij. Dat is het argument van Agnes. Tegenstanders van Agnes, die dan het meer opnemen voor Dido, die verwijten hem dan, ja, dat is wel makkelijk gezegd, hè, het op een andere steken. Een beetje zoals de politici van nu. De politiekers steken het op de virologen op de politici. En niemand neemt verantwoordelijkheid. Hè. Want als je echt kritisch bent, doorprikt je het argument van Agnes hier meteen. Hè. Als Agnes hier zegt, ik mag niet zelf beslissen. Ik moet luisteren naar het lot. En Fatum heeft gezegd, je moet naar Latium. Waarom is hem dan met Dido iets begonnen? Als hem toch op voorhand wist dat dat geen lang leven beschoren was, dan had hem dat toch niet moeten doen? Waarom was hem dan niet vlugger weggegaan uit Carthago? Hè? Dus op zich is dat eigenlijk logisch gezien een zwak argument hier. Hè? De Agnes bovenhaalt, ik mag niet. Het is niet mijn schuld, het is de schuld van Fatum. Daar komt het een beetje op neer. Hè. Het is een beetje een lame excuse dat Agnes hier gebruikt. Hij maakt er zich inderdaad vrij makkelijk vanaf. Zwarte Piet doorschuiven. Hè. Ook hier. Zijn begin was al eigenlijk een beetje zwak. Hè. Nee, ik was niet van plan stiekem te vertrekken. Ja. We zullen het niet weten, hè. Dido had hem betrapt. Dido had hem geconfronteerd met wat hoor ik. Ik heb gehoord dat je stiekem wilt vertrekken. Dus dat zullen we nooit weten. Hij zal hier ten stelligste wel kunnen beweren. Ik was er niet van plan, nee. Hoe kunnen we dat denken? We zullen het niet weten, hè. Dus ook dit is eigenlijk gewoon een wel eens niet is eigenlijk, hè. Ook eigenlijk een zwak argument. Het enige waar hij effectief een sterk argument heeft, en dan is dat meteen wel een belangrijk argument, van huwelijk heeft Agnes nooit gesproken. Dus die argumentatie van Dido, wij zijn getrouwd, wij zijn man en vrouw, wat het des te erger maakt om mij te verlaten, dat is effectief niet gebeurd, hè. Dat is Dido voerens, Dido die niet goed meer nadenkt. En ervan uitging dat zij getrouwd waren. Terwijl ze eigenlijk gewoon in een storm zaten in die grot. Maar dat is dan Dido slachtoffer van de goden. Hè? De goden die wilden dat Dido dat dacht. Waardoor we opnieuw medelijden hebben met Dido. Dus Vergilius moet hier in zijn dier een beetje balanceren tussen het zo doen overkomen dat Agnes medelijden heeft met Dido, inzit met Dido, dat erg vindt, wat er gebeurt met Dido, en toch voldoende sterke argumenten heeft om haar te verlaten. En het mag niet zo overkomen dat Agnes een bedrieger is of een geniebegaard. Hij moet het met recht en reden doen. En Dido mag ook niet een fakes zijn of een gek in, een zot in, want dan zouden we er geen medelijden mee voelen als lezer. Hè. Dus hij, in gans zang 4 moet Vergilius echt balanceren op een dunne lijn. De lezers mogen niet kwaad worden op
Anyas, maar ook niet op Dido. Goed, dat voor dit stuk, hè.